Hey, welkom bij Overcash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En vandaag een nieuwe review. Vandaag gaan we eens even kijken naar IOTA. En IOTA, oftewel de Internet of Things, want dat is waar de mooie afkorting eigenlijk voor staat. Ja, is een interessant project. IOTA maakt geen gebruik van normale standaard blockchain technologie, maar van Tangle. Nou, daar zullen we niet heel diep op ingaan nu, maar Tangle houdt gewoon in dat het heel schaalbaar is. En hoe meer daar gebruik gemaakt van wordt, hoe sneller het wordt eigenlijk. Tenminste, ja, dat schaalt mee. Dus hoe meer gebruik, de snelheid die groeit gewoon mee met het aantal gebruikers, zeg maar. Dus dat is goed voor de schaalbaarheid. Okay. En dat zorgt ervoor dat IOTA eigenlijk een hele grote capaciteit heeft. Het hoofddoel van IOTA, valuta. Een currency dus gewoon. Hebben we er al aardig wat van. Yeah. Maar goed, we gaan koppen rollen en dan gaat er uiteindelijk één als beste uit de bus komen. IOTA is valuta gericht. Ja, kijk, zoals het plaatje ook hier wel een beetje laat zien. Ze willen een beetje een hoeksteen zijn van het hele blockchain gebeuren. En inderdaad een currency. Kijk, er zijn heel veel coins en dan praat ik vooral over de top 15 die zich heel erg richten op blockchain protocollen. Currencies zijn er zijn er ook meerdere. De aanpak van IOTA is op zich best wel uniek. Ja, zeker weten. Het websiteje, daar kijken we meestal naar. Hè? Dat vinden we wel... Ja, dat zegt meestal wel iets. En hij ziet er op zich wel grappig uit. Maar... Het zijn geen kleine coins natuurlijk. Uit de top 10, top 20. Dus meestal hebben die hun zaken wel op orde. We kunnen wel even een coin check-upje erbij pakken. Ja, er zitten wel wat dingetjes aan te komen voor IOTA. Want waar staat hij op dit moment? Plek 9. En hij heeft, denk ik, van al de coins de afgelopen 7 dagen wel de beste stijging laten zien. Eigenlijk. Ja, 7 van de toppers. Een hele mooie stijging. Market cap van ruim 5 miljard. Ja, is geen peanuts. Nee, natuurlijk. Even kijken wat voor informatie we hier krijgen. Ja, wat ik al zei, blockchain, de Tangle, daar draait het op. En vind je dat interessant, duik daar even in. En het houdt gewoon in dat hoe meer gebruik ervan gemaakt wordt, hoe sneller het uitpoort. De schaalbaarheid wordt gewoon meegenomen door het gebruik eigenlijk. Ja, we zien dat de circulating supply, de total supply en de max supply is. Dus dat is goed. Ja, dat is wel echt een pluspuntje. Dat is altijd fijn. We kunnen dat wel even toelichten. Hoe meer coins er in omloop zijn richting die total supply is gewoon een sterk teken. Want eigenlijk de enige manier om in waarde toe te nemen voor IOTA in zijn geheel is alleen nog maar dus via koerswinning. Dus een hogere prijs. Ja, en dat is dus voor de investeerders heel erg interessant. En als hiermee de vraag hoger wordt, het aanbod kan niet meer hoger worden, want dat is al wat het is. Dus dan wordt het schaarser. En wat gebeurt er als iets schaarser wordt? Ja, dan... Dan gaat de prijs omhoog. We zien ook wel, dadelijk hebben we ook nog de technische analyses, dat IOTA zich echt helemaal niet zo slecht heeft gehouden. Ook de laatste 3 maanden hebben sommige coins het echt zwaar gehad. Ja. We zien dat IOTA wel gewoon een groen cijfertje laat zien. Hè? Zeker, dat is de afgelopen 3 maanden 3% plus. Nee, dat is op zich prima in een hele slechte tijd die we hebben gehad. Ja, we zien dat er wel activiteit op GitHub is. Dus dat is wel belangrijk. Hè? Er is dus ondersteuning vanuit IOTA zelf. We zien wel dat het iets is afgenomen. Dat kan wel ermee te maken hebben dat ze in het volgende proces van ontwikkeling bevinden. Ja. En dat ze... Eventjes zie ik staan daar. Ja. Het is vandaag, hè. We kunnen er wel even naartoe springen. Dat is wel een op zich interessant dingetje. IOTA heeft aangegeven dat ze vandaag met plannen naar buiten komen voor hun nieuwe project Cubic. Er staan dus nieuwe dingen te wachten. Ja, dat is interessant. Dat is interessant. Dat moet je zeker gaan volgen. Als je dit filmpje ziet,
dat ligt er natuurlijk aan wanneer je dit kijkt. Dan zijn die plannen waarschijnlijk al naar buiten gekomen. Wij vinden het nog heel spannend. Wat daaruit gaat komen, dat moeten we op de voet volgen. We zien wel dat er al een beetje op vooruit is gelopen met de koers. Ja, zeker weten. Want daar heb ik afgelopen dagen wel, wat ik al zei, flink groene cijfers laten zien. Ja. En ik neem aan dat dat in aanloop is naar deze plannen. Ja, valt het plan in? Ja, valt het mee? Dan gaat hij lekker verder stijgen. Ja. We zien ook wel regelmatig in crypto, als de plannen of vooruitzichten niet helemaal voldoen aan de wensen, dat een coin wel soms hard afgestraft kan worden. En dat is... Nou ja, in feite gebeurt dat bijna altijd. Ja. Als de plannen een beetje tegenvallen of als er een release niet precies op de tijd en datum dat ze gezegd hebben uitkomt, ja, dan laten ze je eigenlijk vallen als een baksteen en gaat de koers vrijwel altijd omlaag. Ja. Ja, we kunnen nog even naar het technische gedeelte kijken. IOTA zit nog steeds in die hele lange neergaande trend eigenlijk vanaf de boommarkt van december, januari. Maar schurkt er wel tegenaan nu, hè? Ik heb hem even omgerekend naar US dollar. Dat is voor de beginners denk ik iets makkelijker. We zien dat we hem wel naderen en dat we hier wat steun vinden op een dollar. Daar zie ik hem niet zo snel mee naartoe gaan. Nee, ik denk als hij hier... kijk, hij heeft er al een paar keer tegen aangetikt. Ja. Dus als hij hier doorheen gaat, dan is er een heel mooi opwaarts potentieel. Ik ben op zich best positief gestemd over IOTA. Ik denk dat hij ook wel thuis hoort op de plek waar hij staat. Ja. Waar kan hij naartoe? Ik verwacht als de Bitcoin aan gaat trekken en als hij een beetje vaart krijgt, dat hij ook de coins onder zich meetrekt. En een nieuwe all-time high dit jaar is best wel te realiseren. En dan praat je dus over een koers boven de $5,5. Laten we daar even op houden. Dat zit er wel in. Dus richting die $6 moeten we wel kunnen denken dit jaar. Ja, kijk je naar een 3x al. Dat is een hele mooie cijfers. Dat zijn hele mooie cijfers. Ja. Maar je moet ook niet vergeten... er is een hele lange lijst met partners, maar ik heb er wel eventjes een paar uitgevist die voor mij toch wel eruit springen. Volkswagen is een van de partners van IOTA. Bosch is een van de partners van IOTA. Ja. Microsoft is een van de partners van IOTA. Doen ze dingen mee. Dat is een serieuze partner. En wat betreft Nederland is Elaat.nl is partner van IOTA. En die, ken ik niet. Elaat.nl die plaatst, als ik het goed zeg, laadsystemen voor Tesla en dat soort dingen. Oh, dus dat is wel een serieuze... Ja, dat is een hele leuke partner. En IOTA is lekker aan de weg aan het timmeren. Zeker weten. Even de Telegram nog. Nou ja, 12.000 members is... middelmaat. Ja. Is een middelmaat. Is niet slecht, maar is ook niet heel veel. Nee. Verdict. Ik denk dat IOTA... ze zijn in de currency... Ja, weet je, het is niet uniek, maar ja, dat... Eigenlijk de top 15 is een beetje... Maar dit zegt wel genoeg aan de hand van de plek waar ze staan. En zo. Kijk, dat hebben wij al vaker gezegd, ook met Nano bijvoorbeeld. Ja. Er zijn heel veel coins die een valuta willen zijn. Ja. En daar moet je maar achteraan in de rij aansluiten, omdat er gewoon heel veel zijn die dat willen bereiken. Maar deze hoort dan wel bij de toppers van de valuta's. Ja. Omdat die toch wel... Ja, hij is gewoon goed geplaatst. Weet je wat het belangrijkste is? Heel dit belangrijk. Is super belangrijk. En dit is super belangrijk. Ja. Kijk, dat zijn er nog niet veel die dat doen gewoon. En buiten dat hoef je niet eens te kijken naar partners of dingen. Dat is inderdaad al iets. Alle munten zijn uitgegeven. Het is volledig werkend. Op een goed draaiende blockchain. Met goede partners. Ja, er zit gewoon... Vooruitzichten zijn gewoon heel erg goed en heel erg deze sterk. Deze hoort wel bij de toppers van de munten die graag een valuta willen zijn, vind ik. Ja. Nou, ik wil best een cijfertje geven. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar ik heb ook een cijfer in mijn hoofd. Ja. Ik denk een 7. Ik denk een 7,5. Nou, oké. Okay. Ja, kan ik wel mee meegaan. Een 7,5. Omdat het potentieel is gewoon goed. Ze hebben al echt een mooie lijst aan dingen die ze kunnen laten zien. Ze hebben goede partners. Ja. Ze hebben goede plannen. Heel veel goede plannen. Ze draaien op een apart soort blockchain die gewoon ervoor zorgt, als IOTA groter wordt, dat dat allemaal gewoon kan blijven draaien en dat het gewoon meegaat. Ja. De enige Achilleshiel is, ze zijn nu goed bezig, je moet goed bezig blijven. Want
in crypto ben je zo sterk als je laatste, nieuws. Ja, als je laatste nieuws is dat niet goed, dan word je keihard afgestraft. Dus ja, daar moeten ze bovenop zitten. Want dat is echt zo. Hè? Je kan nog zo goed zijn, maar is je laatste nieuwsbericht slecht of heb je één foutje gemaakt, je wordt gewoon afgestraft. Je bent zo goed als je laatste nieuwsbericht en voor nu doet IOTA het gewoon nog heel goed. Mooie coin. Zeker weten. Dit was de coin review van IOTA. Nou, vond je dit nou een leuk filmpje? Want we maken regelmatig coin reviews. Abonneer je dan sowieso op ons kanaal. Even het belletje. Even het belletje. Dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Nou, hij zat een beetje vaster. Klinkt een beetje. Nu is die. Nou is hij beter. Dat is beter. Nee. We hebben daarnaast ook een Discord. Wij zijn regelmatig online. En anders is er altijd wel iemand online met kennis van zaken. Ja. Een gezellig babbeltje kan ook altijd. Iedere zaterdag om 11 uur hebben wij die livestream. Dus wil je vragen stellen, dan kan dat altijd. We hebben ook een nieuwe merchandise line. Dat is helemaal interessant. Ja. Door Logootje. Inderdaad. Blockchain Demin. Linkjes staan hieronder. Ben je nou geïnteresseerd? Neem sowieso een even kijkje. En dan zien we jullie graag weer terug bij een volgend filmpje. Later.